We hebben nog even met wisselvallig weer te maken, maar vanaf het weekend wordt het een stuk beter. Goedenavond, dames en heren. Ondergelopen landerijen op veel plaatsen in het zuidoosten van het land. In Limburg is lokaal twee keer een maand hoeveelheid aan regen gevallen. in de afgelopen 24 tot 48 uur. En dat is natuurlijk te veel voor het land. Net over de grens in Duitsland is nog meer regen gevallen. En dat komt geleidelijk ook weer een beetje onze kant op. De komende 24 uur krijgen meer plaatsen, namelijk te maken met buien. Dat alles heeft te maken met een lage drukgebied. Dat lage drukgebied ligt boven Duitsland, tolt daar al enkele dagen rond en blijft dat tot morgenavond in elk geval nog doen. Het verplaatst wel langzaam iets zuidwaarts, daardoor zwaait de regen als het ware ook over Nederland heen. Waar het gisteren en vandaag op veel plaatsen nog droog bleef, zal dat morgen toch niet het geval zijn. Vanavond en vannacht valt het op de meeste plaatsen nog mee, alleen langs de Oostgrens. En in Limburg, daar regent het van tijd tot tijd stevig, kan opnieuw zo'n 20 tot 30 mm vallen en lokaal is ook onweer mogelijk. Elders valt het nog mee met de hoeveelheden. Pas later in de nacht breiden die buien zich langzaam wat verder naar het westen uit. Veel kouder dan 16 graden wordt het niet, en daarbij staat een matige wind uit een noordelijke richting. Morgenochtend is het op veel plaatsen nat, vooral in het midden en oosten van het land. Er zal waarschijnlijk een buienlijn over het midden van het land ongeveer liggen. Daar valt dan ook de meeste neerslag. Opnieuw kan dat zo'n 20 tot 30 mm opleveren. In de loop van de middag zien we de meeste buien geleidelijk naar het zuidoosten wegtrekken. Al blijft Limburg waarschijnlijk tot de avond wel nat. En de middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 20 graden. Later breekt de zon vanuit het noordwesten door en. In de avond krijgen we steeds meer plaatsen met zonnige perioden te maken. De dagen daarna wordt het overal mooi weer. Vooral tijdens het weekend krijgen we veel ruimte voor de zon. En met de noord- tot noordoostelijke wind wordt zelfs vrij warme lucht aangevoerd. Zondag is in het binnenland zelfs plaatselijk 27 graden mogelijk. Volgende week zien we de wind weer wat meer naar het noordwesten draaien. Gaan de temperaturen weer wat omlaag, maar het blijft aangenaam voor de tijd van het jaar. En niet onbelangrijk, overwegend droog. Ik wens u nog een mooie avond.